Yo, welkom bij een nieuwe video en in deze video wil ik het hebben over de 7 beste gewoontes die jij nog niet doet. Dus ik zeg expres nog niet, want na deze video ga je natuurlijk allemaal een keer een gewoonte van deze proberen. Maar al deze gewoontes zullen ervoor zorgen dat jij gewoon meer uit je dagen kan halen en daardoor ook makkelijker en sneller je doelen zal bereiken. Het zal helpen om meer energie en focus te hebben, meer duidelijkheid te hebben over wat jij vandaag moet gaan doen en daarnaast ook gewoon wat minder stress te hebben en ook makkelijker bepaalde gewoontes oppakken op het gebied van sport en voeding. Dus voordat we gaan beginnen, vergeet niet een like achterlaten en dan beginnen we bij de eerste gewoonte. De eerste gewoonte die heel erg belangrijk is dat jij vaste sportmomenten hebt. Dus niet dat jij alleen wil trainen deze week en niet alleen ik wil 3 keer trainen deze week, maar echt ik ga op maandag, woensdag, vrijdag om 5 uur in de namiddag trainen uit werk. Want als wij zo specifiek en duidelijk zijn naar onszelf, kunnen we veel makkelijker dat ook echt gaan doen en kan het ook veel sneller een gewoonte worden. Anders blijven we misschien nadenken van oké, ik ga morgen trainen of overmorgen trainen of zo meteen al of vanavond. Maar als daar zoveel onduidelijkheid is, dan kan het ook zijn dat je zegt, die training is niet per se nodig, ik sla hem over of ik doe hem later op de week wel. Maar als wij gewoon heel duidelijk naar onszelf zijn van oké, ik ga op maandag, woensdag, vrijdag trainen op deze tijden, op deze plek, dus waarschijnlijk de sportschool, is de kans veel groter dat je ten eerste echt gaat doen en daarna ook dat je het na een paar weken eigenlijk niet meer zo moeilijk vindt om te gaan, omdat het gewoon veel minder wilskracht kost, omdat het ook echt een gewoonte kan worden. Veel mensen vragen nog steeds aan mij van oké, maar hoe heb jij nou die motivatie om elke keer te sporten, elke keer gezond te eten en op al die dingen te letten. De waarheid is dat het gewoon niks meer te maken heeft met motivatie. Motivatie heb jij lang niet altijd. Misschien een paar weken, misschien een paar dagen, misschien een paar minuten. Maar het gaat erom dat jij die motivatie gebruikt om een routine te creëren. En als je die routine eenmaal hebt, dan kost het je eigenlijk helemaal geen energie of moeite. Misschien dat het die eerste maand of 6 weken even moeilijk is, maar omdat jij heel duidelijk en specifiek bent, is het alsnog makkelijk om te doen, want je hebt die afspraken gewoon duidelijk ergens staan. En na die 4 tot 6 weken zal het eigenlijk heel weinig motivatie kosten en kan je het echt een beetje op de automatische piloot gaan doen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat je die vaste momenten gaat inplannen. De tweede belangrijke gewoonte is dat jij een vast ochtendroutine moet hebben. Want zoals ik net al zei, je zal lang niet elke dag volle motivatie en focus hebben. Dus dan kan het super sterk zijn om wel elke keer eenzelfde ochtendroutine te hebben waarbij je wat consistentie eigenlijk hebt. Want op het moment dat jij een hele goede dag hebt, dan kan je misschien gelijk gaan werken of misschien gelijk gaan sporten en voelt alles helemaal top. Dan ga je de volgende dag hetzelfde proberen te doen, maar misschien had je een iets mindere nacht. Misschien gingen er een paar dingen niet helemaal goed in de ochtend of ben je gewoon wat slomer. En dan gaat opeens je werk of je training een heel stuk minder. Maar als je het begin van je dag eigenlijk al gelijk een soort van stappenplan hebt met gewoon een paar dingen die je kan doorlopen, hoe klein dat ook is, dan kan je eigenlijk ervoor zorgen dat je elke ochtend consistent het beste eruit gaat halen. Daarom hebben heel veel topatleten hetzelfde ritueel voor als bijvoorbeeld vrije worpen gaan schieten of als ze een sprint gaan nemen. Want zij geloven erin dat wanneer ze elke keer precies hetzelfde doen, dat ze in ieder geval het meest in de flow kunnen gaan komen. En je ochtendroutine is dat eigenlijk precies hetzelfde. Je zorgt gewoon dat je een soort van stappenplan hebt die je elke keer precies hetzelfde doet, in dezelfde volgorde, ongeveer even lang. En dat kan ervoor zorgen dat jij gewoon het meest optimaal geprept bent voor die dag. Nu hoeft het niet zo te zijn dat jij gelijk om 5 uur 's ochtends hoeft op te staan met allemaal rare dingen van 10 uur. Van 2 uur lang in totaal, maar als jij gewoon 3 of 4 dingen hebt die je in dezelfde volgorde doet, dan zou je gewoon een heel meer structuur hebben en kan het al helpen bij een betere ochtend te hebben en dus ook een betere dag hebben. De derde gewoonte is dan ook iets wat ik in mijn eigen ochtendroutine heb zitten en ook volgens mij 4, 5 en 6 zometeen ook trouwens, maar dat is journaling. Oftewel iets van een dagboek bijhouden.
Journaling klinkt een stuk vetter dan een dagboek bijhouden, maar het principe is gewoon dat jij in de ochtend wat dingen gaat opschrijven voor jezelf. En het is eigenlijk wat meer dan gewoon een to-do-lijst van dit wil ik vandaag gaan doen, maar schrijf een keer gewoon op waar je aan het over nadenken bent. Ik merk zelf namelijk heel erg dat ik heel vaak in gedachten zit en vooral in de ochtend met wat ik allemaal heb gedaan of wat ik nog moet doen. En daar kan mijn hoofd best wel vol zitten met allemaal gedachten. En dat kan ten eerste zorgen voor wat meer stress, wat je natuurlijk eigenlijk niet wilt en vooral niet in de ochtend, want dat zal altijd je hele dag bepalen eigenlijk. Maar daarnaast kan je ook veel moeilijker focussen op bepaalde dingen die je dan wilt doen. Bijvoorbeeld je training of bijvoorbeeld iets met werk. Maar wanneer jij helemaal een vol hoofd hebt met allemaal gedachtes, dan kan het heel erg moeilijk zijn om dan daarop te focussen. Dus wat dan heel erg sterk is, is om al die gedachtes even op te schrijven. Je kan daar wat meer structuur in brengen met een paar dingen die je wilt benoemen of je schrijft gewoon letterlijk wat je op dat moment in je hoofd hebt. En op het moment dat je het hebt opgeschreven, dan kan je het veel makkelijker loslaten en kan je daarna ook gewoon makkelijker met de rest van je ochtend doorgaan en ook verder met je dag. Daarom doen ook heel veel mensen dat bij bijvoorbeeld brainstorm sessies. Want wanneer jij wilt gaan brainstormen en wil gaan nadenken over bepaalde dingen, is het eerst belangrijk dat jouw hoofd niet vol zit met andere dingen. Dus wat ze dan vaak doen is gewoon alles opschrijven waar ze aan denken. En vanaf daar heeft iedereen een beetje wat meer een rust in zijn hoofd eigenlijk. En kan je dan de belangrijke topics gaan behandelen. De vierde gewoonte heeft te maken met voeding. En dat gaat erom dat jij makkelijke gewoontes gaat oppakken met voeding. Dus niet gezonder eten of wat dan ook, maar gewoon echt makkelijke gewoontes gaat oppakken met voeding die jij elke dag kan doen. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de allereerste snack die jij neemt op een dag is een appel. Zelf heb ik dit echt al jarenlang in mijn systeem zitten dat ik gewoon appels lekker vind en ik kan er goed mee vasten bijvoorbeeld. Ik doe zelf intermittent fasting. Dus dan is het gewoon super chill om gewoon elke dag te beginnen met een appel. En dit doe ik echt bijna elke dag en het kost mij gewoon helemaal geen moeite meer omdat het een gewoonte is geworden. Een andere gewoonte die mij heel erg helpt met vooral het afvallen is dat ik voor elke maaltijd die ik eet 1 of 2 glazen water drink. Dit zorgt ervoor dat ik sneller vol zit en dat ik ook wat voldaner ben na een maaltijd. Omdat ik gewoon het gevoel heb dat ik veel meer heb gegeten. En daarnaast eet ik ook een stuk minder veel omdat je sneller vol zit. Dus dat zijn hele makkelijke gewoontes die je elke dag kan doen. En als je dat een paar weken doet, dan doe je het eigenlijk op automatische piloot. En kan het wel heel erg helpen met gezonder zijn en met afvallen bijvoorbeeld. Een andere gewoonte is bijvoorbeeld intermittent fasting. Dat jij gewoon rond dezelfde tijd begint met eten. En dan ben je nog helemaal niet bezig met wat ga je dan eten, hoe vaak ga je eten. Maar gewoon alleen vanaf 11 uur in de ochtend ga ik pas mijn eerste snack eten of mijn eerste maaltijd eten. Dat is eigenlijk iets heel simpels wat je elke dag kan doen. En daarom kan het ook echt een gewoonte worden wat je daarna ook weer verder gaat brengen. De vijfde gewoonte is mijn persoonlijke favoriet en namelijk de koude douche. Ik heb hier een hele video over gemaakt, dus ik ga hem niet verder toelichten wat de voordelen zijn. Maar het komt erop neer dat je gewoon in de ochtend gelijk volledig wakker bent. Ik heb er een video over gemaakt die ik nu even daarboven inzet. Dus wil je daar wat meer over weten, kan je die nog even opzoeken. De zesde gewoonte heeft me vooral heel erg geholpen met deze hele corona-situatie. En dat is dat ik namelijk vaste loopmomenten ben gaan inplannen. Want hiervoor gaf ik best wel wat personal training nog af en toe. Of was ik gewoon überhaupt wat actiever, omdat ik vaker ergens naartoe ging. Of weet ik het allemaal wat. Maar natuurlijk waren nu opeens de sportscholen dicht. Ik ging geen trainingen meer geven. En je gaat ook niet echt heel veel andere dingen doen als alles dicht is. Dus toen had ik iets van oké, als ik nu niet op mijn stappen ga letten, dan ben ik gewoon echt nog maar iets van 3.000 of 4.000 stappen op een dag aan het zetten. En naast dat dat niet goed is voor je gezondheid, heeft het ook echt nadelen voor je energielevel, voor je creativiteit, voor je focus, voor je positiviteit. Je moet niet onderschatten dat wij eigenlijk niet echt gemaakt zijn om de hele dag te zitten en binnen te zitten. Dus wanneer je dat doet, zal dat ook heel veel impact hebben op die andere dingen. Dus wanneer je wat actiever bent en vooral vaste momenten weer inplant waar jij actief bent, dan kan het heel erg helpen dat het ten eerste makkelijker gaat. Omdat je weet van oké, in de ochtend om 10 uur maken van een wandeling en misschien bij het einde van mijn werkdag. En als je dan iets van 3.000 stappen zet per wandeling, dan zit je er waarschijnlijk al in ieder geval een ver stuk. En meestal loop je onbewust ook best wel veel op een dag. Dus zo kan je ervoor zorgen dat je alsnog die 10.000 stappen zet, ook al zitten we nu nog even de komende weken wat meer binnen, al mogen we binnenkort weer naar de sportschool.
De zevende gewoonte, die heb ik ook 2 video's geleden genoemd en dat is namelijk mediteren. En daar ben ik nogmaals ook al heel uitgebreid ingegaan en heb ik uitgelegd wat voor voordelen het voor mij heeft. Maar het zorgt er in ieder geval voor dat ik een stuk minder aan het nadenken ben, dat ik gewoon mijn gedachten wat meer rust kan geven en daarna ook veel beter kan focussen op mijn werk. Dus dat waren de 7 gewoontes die ik denk dat niet heel veel mensen doen, maar die wel enorm veel impact hebben gehad op mijn resultaat, op mijn positiviteit, mijn energielevel en daardoor ook gewoon met alle resultaten die ik behaal op zowel sportgebied als op gebied van business. Dus ik zou zeker proberen van kies er 1 of 2 uit. Probeer gewoon heel klein te beginnen en maak het zo laagdrempelig mogelijk voor jezelf. Maar nogmaals, wees specifiek en duidelijk wanneer je ze dan gaat doen. Ik ga ook een uitgebreidere podcast maken over gedragsverandering. Dus wanneer je dit soort topics interessant vindt, zou ik zeker even de Lifestyle Hacking podcast checken. Ik zal hem ook even als eerste link in de beschrijving zetten. Maar daar behandel ik veel meer van dit soort topics. En er komt binnenkort dan een uitgebreide podcast over gedragsverandering. Dus dat was het eigenlijk wel voor deze video. En vond je het nou een leuke video of heb je er wat aan gehad? Vergeet niet een like achter te laten en te abonneren op het kanaal. En dan zie ik je in de volgende video.